Ik ben Simone Berger. Mijn naam is Amanda Ello. Wij hebben hier 15 foto's hangen uit het boek De Lange Reis van de Poesaka. En dat maakt onderdeel uit van de expositie Impact Photos That Matter. Als je familiegeschiedenis deelt, deel je heel veel herinneringen. Maar daarnaast hebben we ook onze tastbare herinneringen. Voorwerpen die verbonden zijn met onze familiegeschiedenis. En die niet zomaar een voorwerp zijn, maar waar een emotionele lading aan vast zit. Waar een hele betekenis aan vast zit en een hele lange geschiedenis. En dat kan je beschouwen als een poesaka, als een erfstuk, als een familieerfstuk. En op een dag dacht ik, ik wil heel graag deze poesakas gaan volgen. Aan mensen vragen, wat is jouw poesaka en wat is het verhaal erachter? En ik benaderde Armando en ik zei, wat zou je ervan vinden dat ik die verhalen met de pen vastleg en jij met de camera? Dus op een dag belde ik jou en ja, hoe reageerde jij? Ja, ik moest er heel kort over nadenken. Maar eigenlijk wist ik al vrij snel dat het vrij uniek is dat je überhaupt iets hebt wat van betekenis is. Hè? Dus een poesaka, een Indisch erfgoed of erfstuk. Iets wat vaak uniek is omdat het een van de weinige dingen is die je meeneemt toen Indo's hier naar Nederland kwamen. En toen dacht ik, ja, dat is wel uniek om het via die insteek, om dan het verhaal ook te vertellen. Om meer te weten over die Indische achtergrond of het Indische verhaal. En toen dacht ik, nou, dat lijkt me fantastisch om daar een fotoproject over te maken. Of wel eigenlijk een heel boek uiteindelijk is het geworden. Nou, wat we eigenlijk ook hier achter ons zien. Als je familie, zoals bij ons, is geboren en getogen in Nederlands-Indië of de Jonge Republiek Indonesië, dan heb je een familiegeschiedenis waarin de koffer een rol speelt. Want onze ouders zijn op de boot naar Nederland gekomen en in die koffer zaten persoonlijke voorwerpen. En dat zijn dus niet zomaar voorwerpen, dat zijn eigenlijk erfstukken. En poesaka is het Maleise woord voor erfstuk. En die koffer die staat symbool voor die hele lange reis die voorwerpen hebben afgelegd en die wij op een dag zullen erven. En wij willen heel graag weten wat het verhaal erachter is.